Goedemorgen allemaal. En volgens mij zijn er veel meer mensen, dus ik hoor eigenlijk niets. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen en welkom. En wat mooi dat jullie er allemaal zijn. Het college, welkom. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja? Hartstikke mooi. En vandaag vieren we feest. En we vieren feest omdat het koningjarig is. Het volgende liedje dat we dan gaan zingen, we hebben het vier, heet Het is feest. Goedemorgen allemaal, beste jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's. Ik weet niet of u het gehoord hebt in die ene bijzin, maar Rico gaat vader worden. Dus van harte gefeliciteerd voor jou en voor jullie samen. Want dat is een mooi cadeau dat eraan zit te komen. Beste ommenaren, wat fantastisch om hier weer te zijn. Om hier in zulke grote talen te zijn en zoveel enthousiaste kinderen te zien. En dat hoort bij ommen en dat hoort bij Koningsdag. En ik weet zeker dat we vandaag ook weer een hele mooie Koningsdag van gaan maken. Al was het vandaag maar omdat het een jubileum is. Het is inderdaad immers zo dat koning Willem-Alexander vandaag 10 jaar op de troon zit. En dat vieren we. We vieren die 10 jaar koningschap van onze vorst. Wat er ook gebeurt vandaag is dat de Hanse stad Ommen de vechtsom te water zal worden gelaten. Ik vrees dat dat een eenmalige gelegenheid is. Ik verwacht eigenlijk ook niet dat we volgend jaar weer een vechtsom te water zullen laten. Daarom is het ook heel erg mooi om daarvan te genieten met elkaar. En te genieten van dat mooie zonnetje, dat oranje zonnetje dat bij Koningsdag hoort. En al die fantastische activiteiten en die gezelligheid die we met elkaar hebben. Ik wens ons allemaal een hele mooie Koningsdag. En dan stop ik hier en dan geef ik het woord terug aan de voorzitter. Ja, dankjewel Hans. En dan gaan wij nu naar een mooi lied. Kennen we allemaal, denk ik. Het Wilhelmus.
even kijken of ze... Ja, geef ze een hartelijk applaus. Ja, zeker, zeker. Kijk, daar komen ze aan. En volgens mij kennen alle kinderen kennen dit lied. Het koningsspelenlied, Zigzag. En we gaan hem straks draaien. En wat zou het mooi zijn als jullie hiervoor ook allemaal mee kunnen dansen. Vakmannen gaan er naartoe. Die gaan alvast in de boot zitten. Hij is te water, mensen! Hij is te water! Mooi, hè?
In Nieuw-Leuzen was Koningsdag verplaatst naar de locatie rondom het Witte Peert en de Grote Kerk vanwege de slechte gesteldheid van het veld in het Paul te Bos. Er was een dorpsbrunch waar veel mensen gebruik van maakten en een kleedjesmarkt waar ook veel goederen van eigenaar wisselden. En dan gaan we naar Lemelerveld. Daar maakte Polyhymia een rondgang door het dorp, gevolgd door een aantal versierde fietsen en scooters. In Leemelen werd de 10e, maar ook de laatste autorodeo georganiseerd. Veel auto's hadden de weg weer gevonden en werd een kort en klein gebotst. Het was een groot spektakel met heel veel publiek. Publiek kon ook een rondje meer rijden met de rodeo-taxi die met z'n drieën over de baan gingen. En daar hebben we de Ford Fiesta. Die is beschikbaar gesteld voor de spektakelkoning. Hij wint deze Ford Fiesta. Maar wie wordt spektakelkoning? Je moet zorgen dat je blijft rijden op een gegeven moment en dan de andere deelnemers uitschakelen. Zorg dat de auto goed gebouwd op de keukenbult klappen ze deel. Anders dan word je denk ik ook geen spektakelkoning. Er worden goede zaken gedaan op de Vrijmarkt op Koningsdag in Deetmersvaart in de Van Garingenstraat. Als van oudst honderden, zo niet duizenden mensen struinen langs kraampjes en dekentjes om te kijken, te zoeken en eventueel te kopen. In het oranje, in feeststemming? Absoluut. Wat betekent Koningsdag voor u? Dagje vrij, lekker uitgaan met de familie.
vrienden, gezelligheid. Het bezoeken van deze vrijmarkt, is dat een vast onderdeel van deze van de Koningsdag? Nou, dat is van het jaar voor het eerst. Ik wist er niks van en we hoorden via familie dat hier een leuke braderie was. En zeer goed hier. Gezellig, mooi weer erbij. En ik vind ook goede kraam met leuke artikelen. Goede prijzen, ja, grappig. Al wat gekocht? Ja, ja, ik heb sinds kort ben ik dus opa. Dus ik heb zo'n traptrekker zag ik staan. Ik denk dat is wat. Dat is wat. Ja, die hebben we gekocht. Het koningshuis op zich, hoe kijkt u daar naar? Want het vertrouwen in het koningspaar is gedaald. Hè? 54% is het nog, geloof ik. Ik vind dat ze het heel goed doen hoor. Een keer een foutje maken, bij wijze van spreken, dat wordt gezegd in de media dat het gebeurt. Ja, natuurlijk, maar dat doe ik ook, dat doet hij ook. Het is maar gewoon om mijn kerel, hè. Hij is trouwens ook niet zo groot, die Willem-Alexander, want ik heb hem een keer in het echt gezien. Ik denk, nou, ik had hem wel groter verwacht. Oh ja? Ja, hij is vooral niet groot. Okay. Dus al bij al, u maakt er een mooie dag van met uw familie? Ja, ja, gewoon voor vandaag even met je tweeën nou koffie drinken straks. Met de bekende Tom Poes erbij. En dan op naar de volgende. Gitaar spelen leuk en we wouden graag op de markt gaan staan. Dus we hebben armbandjes gemaakt. En dus toen dacht ik, ja, kan ik de gitaar ook wel bij je doen? Oké, okay. En hoe reageren de mensen? Ze vinden het allemaal wel leuk. Hoe gaat de handel, meneer, vandaag? Gaat leuk. We hebben al diverse dingen verkocht. Het is alleen een beetje koud. Wat betekent Koningsdag voor u en uw familie? Koningsdag? Ja, dat de koning jarig is. Dat we feest hebben. Nou, een fijne dag hebben. Vertrouwen in het koningshuis, hoe staat dat ermee? Ik ben vrij trouw voor de koning. U hebt nogal wat kopjes te komen, mevrouw. Hoe komt u daaraan? Ik een gat. Wat hebt u? Ik een gat. Kregen, bedoelt u? Ik heb al wat verkocht vandaag. Zat. Nogal wat belangstelling zo te zien. Ja. Ik heb er nog zat. Als je er nog wat hem wilt, dan kom maar. Ik geniet er wel van. Het zonnetje. Wat betekent Koningsdag voor jou? Nou, ik woon in Groningen, maar ik kom uit Deedhamsvaart. En altijd met Koningsdag ben ik op de Van Haringenstraat. Met mijn familie, maar die ben ik kwijt. Traditie dus. Traditie, ja. Het vertrouwen in het Koningshuis. Hoe is dat ermee gesteld? Nou, ik heb er niet zoveel mee. Nee, ook nooit. Dat wordt niet meer of minder. Ik negeer het. Maar ik ga wel graag naar de rommelmarkt. Hoe wordt er gereageerd op jullie optreden hier op de Vrijmarkt? Wel goed, denk ik. Leuk om te doen? Ja. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel leuk. Spannend om hier op straat muziek te spelen? Nee. Ja, ik heb dat wel vaak gedaan in een muziekgebouw. Ja, spelletjes horen er ook bij. Genieten jullie nog een beetje van deze dag? Ja hoor. Zijn jullie plannen? Nou, niet zoveel. Niet zoveel. Nee.